aanwezig. Hij rijdt onder startnummer 1 en reed in 1.34.6 op dit maar liefst. Met de kleine tweecilinder kart. 235 km per uur. En dat betekent dat het echt mega snelle kartjes zijn. Met naast hem Adam Kout, de Tsjech. Ja, eeuwige strijder in dit Europees kampioenschap. Officiële FIA-kampioenschap, zullen we maar zeggen. Met 1.35.7 zit hij er in de buurt. Dan is het de Belg die op de tweede rij staat met Yannick de Brabander. Met de MSVM-kart. En hij rijdt een 1.36.1. Met naast hem Joost Andreas, de Duitser, met een tijd van 1.36.4. Dan komen de Engelsen. De Engelsen op rij nummer 3. Samen met Daniel Clark en Carl Hume. Met een 1.37.9 en een 1.38.1. Allebei op de Andersson VM. Andersson is dan het, zeg maar het chassis-type. En de VM is het motortype. En de vierde rij vinden we, ja, ook een Nederlander gelukkig. Twee Nederlanders zelfs. Het is Leo Kustjes met de MSVM en de Andersson VM in de handen van Marcel Maasman onder startnummer 7. Marcel die geregeld vooraan in het Europees kartkampioenschap te vinden is. Dit jaar nog niet alles gedaan heeft om helemaal naar voren te komen. Maar we gaan er bekijken hoe het zijn. Je ziet ze dat ze niet een rondje rijden bekomen, maar ze komen keurig op de kart. Karretjes worden ze naar voren gebracht. En ja, dit zijn dan de mannen die gaan komen. Vooraan dus. De nummer 1 is ook op startplaats 1. Dat is Peter Elkman. Naast hem Adam Kout. En op de tweede rij de Belg Yannick de Brabander en Joost Andreas. Dan de Engelsen. En op de vierde rij de beide Nederlanders. Leo Kustjens onder startnummer 6. En onder startnummer 7 is het Marcel Maasman. Dan weet u wie u voorlopig even moet hebben. En dan geven wij de microfoon even kort over aan Gary. Gary, for you to do the introductions in English for this beautiful championship. Okay, so on the front row of the grid, yes, we have Peter Elkman, the reigning champion, the number one kart. Got two wins at the opening rounds of the championship at Donington Park. And his pole position time of 1 minute 34.699. Peter also thinks that he could go very much quicker, but happy with his positions in qualifying. And alongside him on the front row is the number two kart of Adam Kout. Adam, obviously, as the number two suggests, the runner-up in the championship last year, but was a previous champion 2 years ago. And on the second row of the grid, you've got the number five kart, Yannick de Brabander. Yannick finished fifth in the championship last season. And his lap time from qualifying are 1 minute 36.196. And then completing the second row of the grid, the number 12 kart of Andres Yost. Andres had a slightly troubled qualifying session. He lost the front wheel in the first qualifying session in the morning, but went out yesterday afternoon, and despite getting caught up in a bit of traffic and was trying out some different tyres, he then obviously put a time in to end up on fourth place. Quickest of the British drivers, fifth place, and the third row, Daniel Clark running the number four. And Daniel also having a few issues with the handling of the Andersson kart, has had to revert back to the settings that he used here last year. So it's very much a fingers crossed, hoping that what he's done to that Andersson chassis will work in this race. And completing the third row, the number eight kart, eighth in last year's championship, Carl Hume. And Carl, unfortunately, also had problems in qualifying. The choke cable got stuck on in one of the sessions and didn't get a time at all, but went out in the second qualifying session yesterday and put in a quick time of 1 minute 38.179 to secure spots on that third row. Then we look further back. So the fourth row, we have the six kart of Leo Kerstens and our local driver, the seven kart of Marcel Maasman. I spoke to his mechanic earlier on today, and once again he is happy with the engine, but the chassis could be a bit better for him. Ninth quickest, we've got the nine kart of Jamie Zuleta, and completing the fifth row of the grid, the 26 kart of Jürgen Reinke. Row six, we have the 79 kart of Pasi Reitinen, and completing that row, the 14 kart of David Harvey. They've also had a seized engine in the first session. I think petrol pulse pump failed, and that caused a seizure on the engine. So obviously he was very much on the back foot, but put in a time of 1 minute 39.790 for 12th quickest. And just behind him on the seventh row of the grid, the 19 car to Jason Dredge.
And completing that row, the 10 cart of Vesa Lehtinen. Row 8, we've got 41. That's young Tom Rushforth, only 18 years of age. And now been racing the Division 1 supercarts in the UK and Europe for the last two seasons. And completing the 8th row of the grid, the 37 cart of Ricardo van Dijk. Row 9, 16, Carl Kinsey, and the 90 cart of Kai Cruz. Row 10, Jan Bakker, 59 cart, and Danny Chan in 76. And row 11, the final row of the grid, is the 50 cart of Rolf Breisweiser, and 46, Laurent Chapeau. Dank Jerry. Mooie chateau, mooi verhaal dus hier met deze fraaie supercarts. Engelse introductie van alle mannen gehad. En ja, wij gaan het zo meteen kunnen concentreren op wat er gaat gebeuren. U ziet de blauwe rookpluimen uit de karts komen. Dat is de olie van de mengsmering. Het zijn twee taktkarts. Ongeveer 100 tot 110 pk aan boord van deze kleine dingetjes. En dat op 200 kilo aan kartgewicht. Heel veel grip in de bochten en... Ja, zoals u misschien in de introductie net al gehoord, hebben zij een jaar of vier het absolute rondrecord hier op assen gehad. Ze waren zelfs sneller dan de GP-machines van de motoren. En hebben dat gedaan totdat we hier de Formule 3 kregen. En de Formule 3 was, omdat ze zulke lange rechte stuk hadden, ja, toch ietsje in het voordeel. Hadden meer vermogen en konden dat net even voor elkaar krijgen. We hebben zometeen een opwarmronde, dat is nu. En dan krijgen we een rollende start. U ziet de kartjes die aanspringen, worden aangeduwd. En u ziet dat ze ook driftend en glijdend, even wildsturend, de bandjes warm scrubben. Dan gaan ze hun positie vinden achter de safety car. En dan hebben ze een rollende start hier op start-finish. Alle mannen komen van de baan. Ze worden zo snel mogelijk natuurlijk aan de kant geholpen. Zo gaan we dat doen. En hier komen ze dan weer, de karretjes, de servicekarretjes worden van de baan gehaald. Alleen de startmarshals die gaan nog even kijken of alles op de goede plek komt. Mooie mascotte, goed om te zien en fraai om erbij te hebben. Schitterend, ja, grappenmakers horen erbij. Wat dat betreft is dat leuk om te zien. Opwarmronde dus voor het VIA. Europees kartkampioenschap in de superkartklasse. Prachtig vol veld met 12 rijen, dus 24 karts op de baan. We gaan zien wat voor races de mannen en dames, vooral heren, dus gewoon met veel dames bij de kerk. De heren hier gaan doen. En is het natuurlijk mooi om deze dag verder te laten verlopen. Het kartgedeelte van de Gamma Racing Days nu op de baan. Met de allersnelste kart die je ongeveer kan vinden. Alhoewel, ik begreep dat er in Engeland nu een 300cc kartklasse is. Die nog weer een maatje sneller is. Nou ja, dat heb je altijd de baas, boven de baas. En we hebben toch wel even een korte mededeling. Gelukkig zijn de mannen nog even achterop. Daarom dat we nu even een heel klein window, een heel klein momentje hebben om een melding te doen van de... actie die wij al een aantal keren vanochtend omgeroepen hebben met betrekking tot het winnen van die helikoptervlucht. En er is getrokken, oftewel het loodje is getrokken. Er is bekendgemaakt dat de winnaar van de helikopter live vlucht. De winactie is bekend. Gefeliciteerd aan de heer Johan Hilbolling. Gaat straks het circuit van hele grote hoogte bekijken. Nou, wacht even. Ik krijg nu een stukje tekst in mijn handen. Dat is een handschrift waar ik even mijn best voor moet doen. Want volgens mij heeft iemand voor een dokter gestudeerd, maar het net niet gered. Wilt u ook nog eens een kant maken? Niet getreurd, want er gaat nog een verloting plaatsvinden voor wat betreft de helikoptervlucht. Maar dat wordt dan morgen. En dus dat betekent dat als u nog niet de Gamma Racing Day Facebookpagina geliked heeft, dat u dat alsnog kunt doen. En dat u dan morgen wellicht nog kans maakt op die helikoptervlucht. Dus niet getreurd, het is nu vandaag Johan Hilbolling die de winnaar is van die helikoptervlucht. En u ziet hem zojuist hier boven de witboxen rond vliegen. Dat ga jij zo direct meemaken, Johan. Meld je even bij de organisatie. En dan zorgen zij ervoor dat jullie op een heel mooi gepast tijdstip kan gaan genieten van de wedstrijden hier op het TT-circuit. En wellicht misschien boven een van de finishers de getuige kan zijn vanuit de helikopter. Wij gaan ons opmaken voor de supercars. Nogmaals gefeliciteerd, Johan Hilbolling.
Daar zijn de supercars en zij zijn hier nemen de start. Wat dat betreft een rollende start, dat zei ik al. En ze zijn weg, keurig netjes gedaan. Adam Kout aan de buitenzijde. Kan die dat doen? Kan die Peter Elkman bedreigen? Maar dat lijkt niet het geval te zijn. In de eerste haarbocht lijkt het Peter Elkman de zwarte kat te zijn. In plaats van Adam Kout die dat gaat redden, zien we net een heel klein stukje van het stadiongedeelte. Kunnen we het meepakken? Ja, het is een zwarte voor de wit veelkleurige kart. Dat betekent dat Peter Elkman hier als beste weg was. De kopstart heeft genomen. Andreas Joost nog steeds daar in de bedreiging. Yannick de Brabander zat erbij. Adam Kout moet hard knokken voor zijn positie. En zal proberen natuurlijk wat te gaan doen. En Gary. Yes, so Peter Elkman got the start there from Adam Kout as they went down to Harbok for the first time. And as we look across the back of the circuit, is it going to be the blackened Dayglo green cars of the one car, Peter Elkman, the reigning champion, and it looks as if he's already opened up quite a big gap over possibly Adam Coates there in second place. As we wait for the carts to reappear round Ramshook and into the Timmerbok for the end of the first of 11 laps. 50 kilometres is the Supercart Championship races, so 11 laps we are expecting these guys to do. Ja, de mannen zijn achterop op dit moment. Zijn mannen heen duiken, sloot mee en meer over in de Ramshoek bijna. Het lijkt erop te zijn dat inderdaad de nummer 1 kart nog steeds aan de leiding ligt. Daar zijn ze, Gary. And it's Elkman that's got a huge lead at the end of his first lap from De Brabander, chased by Adam Coates and Andreas Jos. And it's Carl Hume there in fifth place, the leading British driver from Marcel Masmann. Daniel Clark there in seventh place, lost a few places on the opening lap from Jason Dredge, the 19 car. Then Leo Kirsten, Svetlana Lehtinen, Tom Rushforth up to 11th spot from Ricardo van Dijk and David Harvey down in 13th place. Mooi om te zien, Elkman die in alle drie de sectoren de snelste man was. Dus hij heeft echt er alles gedaan. Maar de Belg Yannick de Brabander is er goed bij. Adam Kout de Tsjech een klein plaats verloren. Maar mooi om te zien dat Marcel Maasman zich opgevochten heeft naar plaats nummer 6. Van plaats naar 8, twee plaatsen goed gemaakt. Er is wat gebeurd achterop. Nummer 16 is binnen, nummer 16 in de pits. Carl Kinzie. Carl Kinzie met een klein probleem. De pits in, jammer, ja, de twee takten zijn wel gevoelig voor storing. Als het eenmaal loopt, dan blijft het vaak wel gaan. Maar in de eerste ronde is er altijd een issue. Zou de boel vet kunnen slaan en zijn er wat zaken. Maar de nummer 16, in ieder geval de pits in met een probleem. En dat is Carl Kinzie. Achterop kijken we even mee. Het lijkt nog steeds de nummer 1 te zijn. Peter Elkman die de kop in handen heeft voor de nummer 12. En dat zou dan Andreas Joost zijn. Nou ja, dat moeten we nog maar even afwachten. Zou Andreas Joost zo'n move gemaakt hebben? Lijkt er wel op te zijn. We gaan hier weer richting de Geert Timmerbocht komen. Elk moment komen ze eruit. We kijken met argus ogen. Ja, het is inderdaad de zwart en deglo gele kart. Met die met volle snelheid die eraan komt. Dat is Elkman. Maar het gevecht daarachter, dat is wat het moet gaan doen. Hier komen ze aan. Yannick de Brabander. Of is het Andreas Joost? Nee, het is Andreas Joost voor Adam Kout. Yannick de Brabander nu naar plaats nummer 4. Dan Kalkjoen. Marcel Maasman nog steeds 6e. Okay, and Andreas Jos led across the line in that second spot, but Adam Kout took a move down the inside, going down into a hard block for the second time and grabbed that second place back. But that pairing chasing after Peter Elkman, but the gap at the end of that second lap, 3.9 seconds, and he's only getting bigger. Peter Elkman lapping in 1 minute 35.3, and the two chasers still sort of 136.6, 137.1. So Elkman increasing his lead as every lap unfolds. De Brabander down to fourth place and losing a bit of ground on the guys in front. Carl Hume still there in fifth. Massman still there in sixth place and Daniel Clark there in seventh place. Ja, de rondetijden zijn ongelooflijk. 1.35 in de kwalificatie was het 1.34.6. En zitten nu op 1.435.3. Dus ze zitten maar net boven hun kwalificatietijden. Deze mannen geven letterlijk alles om de rondtijden en de snelheid uit de karts te peuteren. Achterop geen enkele bedreiging lijkt er te zijn op dit moment voor Peter Elkman. Hij is de regerend kampioen. En hij had in de vorige wedstrijd in Engeland
Ook was hij oppermachtig, 2 keer gewonnen. Dus er moet heel wat gaan gebeuren om deze Duitser van het hoogste schavot af te stoten. Hier komt hij wederom aan en het gat wordt groter. Het lijkt daar Adam Kout te zijn die het niet redt. Het is Joost nog steeds op de tweede plaats. Kout derde, Yannick de Brabander is vierde. Yeah, so Andrus Jos took an inside line and re-grabbed that second place for Adam Kout at the Timmerbosch. And still those two fighting for second place, but the gap, Peter Elkman now leads by 5.2 seconds. Last lap at 1:35.4, but Adam Kout put in his quickest lap of the race so far, a 1:36.7, but Marsman now up to fifth place ahead of Carl Hume, pushing him back down to sixth place. And Leo Kersten's moved up into that seventh spot, the sixth cart, ahead of Daniel Clark, the four cart lying there in eighth place, with Vasse Latinen in ninth and Ricardo van Dijk clearing out the top ten. Ja, de voorsprong van Peter Elkman, die elke ronde groter wordt, inmiddels 5,2 seconden al. Andreas Jos staat dus achter, maar achter Andreas Jos Adam Kout, de nummer 2 kart. Die qua rondetijd dicht op de tijd zit van Andreas Jos, het scheelt 1/10. Hij zal toch extra moeten aanzetten om nu dichter in de buurt te gaan komen. Want anders verliest hij te veel meters om het in de loop van deze race nog goed te maken. Nog 8 ronden te gaan en dan moet het allemaal gaan gebeuren. Yannick de Brabander dan op de 4e plaats. 1:36.4 loopt hij dan in. Loopt hij in ieder geval wel in op Adam Kout. Dan zat hij 16e van de seconde achter de vorige race. Dat zal nu dan rond de 15e zijn, schat ik zo. Terwijl Peter Elkman doorkomt in zijn 5e ronde. So Peter Elkman completes 4 laps and the gap is now 5.9 seconds. But it's this battle for second place between Adam Kout, Andrus Jost and Yannick de Brabander. Those three locked together. Well clear of Marcel Masman there in fifth place. And he's just about 6/10 clear of the 8 cars of Carl Hume. Leo Kersten still holding 7th spot, the 6 cart. And then Daniel Clark there, the 4 cart in 8th place. Ahead of Ricardo van Dijk and Tom Rushforth now up into 10th place. The 41 cart. And David Harvey is up into 11th as Vasse Latinen loses a couple of places on that lap and down to 12th place. Then we have the 19 cart of Jason Dredge. Pasi Raitanen in 14th, Kai Kruse 15th, Jan Bakker 16th, as the 76 cart of Danny Chan crosses the line for 17th spot. Ja, dat was een behoorlijke opsomming in ieder geval van het hele verhaal. Ricardo van Dijk, Thomas Rushforth en David Harvey die inderdaad naar voren gaan. Vasse Latinen die een aderlating doet, om het zo te zeggen. Inmiddels op een 12e positie, de nummer 10. Die verliest behoorlijk wat plaatsen. Daar zat hij ook niet echt op te wachten. En wat verder naar achteren vinden we Jenny Chen. Niet te verwarren met de Jackie Chan uit het bekende nummer van Tiësto. Op plaats 17 met de nummer 76 PVP-kart. Die nog wat verder naar voren komt. Laurent Chapeau die naar beneden zakt naar 18e positie. Daar is hij weer over start finish. Peter Elkman, enorme voorsprong opgebouwd inmiddels. And Andrus Jos takes that outbreaking manoeuvre into the Timmerbot, but Adam Kout looks up the inside as they go down towards Harbosch for the sixth time, and still that fight between the 12 cart of Andrus Jos and the 2 cart of Adam Kout. And they've just put a little bit of a gap over Yates Brabander, but Brabander is up the inside of Kout as they go round through to the Strubben. So is there a problem with the 2 cart of Adam Kout? Because he's now down to that fourth spot as it's Jost and Brabander as they go down the back straight. Mooi om te zien, mooi gevecht dus tussen de mannen vooraan. En we zien dat Andreas Jost, Adam Kout, maar ook Yannick de Brabander die ineens net even een paar meter extra, wat vermogen extra weet te vinden. Of gebruik gemaakt heeft van het gevecht, dat kan natuurlijk ook nog steeds. En hartstikke goed weggaan. Andreas Jost die vooraan ligt voor Yannick de Brabander. En Adam Kout is op dit moment op de 3e plaats. Prachtig om te zien. En ook links en rechts zie je dat ze verkeerde of andere lijnen kiezen. Waar Andreas Jost op dit moment nog steeds de 2e plaats in handen heeft, is het de Belg Yannick de Brabander op die 2e. En Adam Kout heeft denk ik wel een probleem. Want langzamerhand zien we hem uit beeld verdwijnen. De nummer 2, onze Tsjech Adam Kout, die toch naar een podium zocht en het niet gevonden heeft.
Daar komen ze door de Geert Timmerbijn bocht heen. Hier op de Geert Timmer aan, daar komen ze aan. Jannik de Brabander. Nee, en hem koud is toch alweer in beeld gekomen hoor. Die heeft die snelle bochten, daar is hij goed in. Die korte bochten niet zo. Want daar is het Jannik de Brabander die van alles doet. En hem koud toch een plaatsje kwijt is gekregen. Daar Jannik de Brabander eruit en duikt laat uit de remmen. En Joost probeert langs de binnenkant. En hem koud die hem daar langs duikt werkelijk. En meteen nog een plaatsje extra pakt. Nee, Jannik de Brabander doet dat uitstekend. Gaat naar die tweede plaats toe. En hem koud maakt gebruik van de situatie. En Andreas Joost is in één bocht. Twee plaatsjes kwijt. Nou, die Adam Kout die flikt het eigenlijk ieder jaar weer. Dan denk je, dan is het gebeurd en dan opeens is hij er weer. En wat dan even dat moment is dat hij het kwijtraakt, we weten het telkens niet. Maar op een of andere manier is het een soort van mindset, lijkt het wel. Dan moet hij er even voor gaan zitten en dan kan hij weer vol in de aanval gaan. Adam Kout in de nummer 2 gaat hij er voorbij, vol over de curbstones. Dat mag. Ja, en hij is er gewoon voorbij, dat doet hij heel goed. Maar nou krijgt hij gelijk in zijn slipstream. Krijgt hij Jannik de Brabander mee. Die probeert natuurlijk achter Adam Kout aan te komen. Mooi om te zien. Gaan we al heel wijd over het circuit hoor. Yes, so Andreas Joost has dropped off the back of this group for a second place as Adam Kout looked as if he was losing a bit of ground on the previous lap and then put in a fantastic move to take that second place back from de Brabander. And they seem to have dropped Andreas Joost now because he's not in sight of these two as they come round to this will be completing 7 laps. So it looks like this battle for second place is now between two carts. Two cart of Adam Kout and the 5 cart of Jannik de Brabander as Peter Elkman crosses the line to complete 7 laps. And de Brabander out the inside as they go through Timmer Bosch and takes the second place, but Kout comes alongside. And it's side by side as they go down towards Haag Bosch. And Adam Kout back up into that second spot. Yes, he does. And Brabander sits there in third. And they've dropped Andreas Joost now by about 2.7 seconds. Marcel Massman still there in fifth place ahead of Carl Hume. Then Leo Kirstens and Daniel Clark locked together for that battle for seventh place. But it's still this fight for second place that keeps us all on our toes between the 2 cart and the 5 cart. Ja, vooraan. Oh, sorry. Dankjewel, Arthur. Vooraan is het 9 seconden weg van de rest. En Peter Elkman. Ja, er is absoluut geen kruid tegen gewassen, deze Duitser. Die is echt weg. Gaat met gemak nog 4 rondjes te gaan als de kart heel blijft naar de overwinning. Maar daarachter is het Jannik de Brabander en Ellen Kout. De Belg en de Tsjech die het vreselijk aan de stok hebben. Andreas Joost komt weer een beetje terug. Hè? We zien even dat hij in 1 zeg maar sector op tijd voor Kout moet corrigeren daar zo. Oh, een groot gat dicht. De Brabander kan net eventjes voorkomen dat ze elkaar raken. En moet dan iets te veel remmen en raakt Adam Kout hem weer kwijt. Ja, ongelooflijk zeg. Wat een klein foutje en wordt bijna afgestraft. Adam Kout onderweg. Maar we zien ook dat Andreas Joost het, de andere mannen weer aan het oppakken is. 2 persoonlijk beste tijden in de eerste en de tweede sector. Betekent dat Andreas Joost weer in de buurt komt. Hier is het Jannik de Brabander die in de Geert Timmerbocht probeert aan te vallen. Kijkt of hij het doet. Oh, Adam Kout met wat overstuur er naartoe. Ongelooflijk mooi. Kan hij dan wat pakken? De Brabander in de slipstream komt eruit. Kan hij hem pakken? Komt ernaast. Wie rent er later? De Brabander rent later. En Adam Kout bijna in de problemen daar in de Haarbocht. Prachtig om te zien. Wat een duel. Bijna op leven en dood van deze man. Ik dacht niet dat Adam Kout verwacht had dat de Brabander zo lang zou zitten. Want hij stuurde al in de bocht. En toen dacht hij opeens, what the hell, er zit er een naast me. En ja, dan moet hij of zij natuurlijk. Dus Jannik de Brabander op de tweede plaats. Ja, het lijkt te strijd om de overwinning van deze wedstrijd. Maar dat is het niet, want Peter Elkman is bijna 10 seconden weggereden bij dit vechtende duo. Maar wat een spektakel tussen Jannik de Brabander en Adam Kout. Yes, and I wonder whether the tyres of Adam Kout are starting to go off because that last lap through the Timmer Bosch was sliding quite a lot, and that gave de Brabander the chance to slip down in the inside and to take that second place at Haag Bosch. But they are still chasing Peter Elkman now at 9.5 seconds is the gap between the leader and this battle for second place. But is Andreas Joost now closing up onto the back of the 2 cart of Adam Kout? Has his tyres gone off? And does that mean that Andreas Joost has got a chance to take that final podium place? Yeah, fantastic wedstrijd. It's really a good race between the 2 of them. I think Andreas Joost is going to pass Adam Kout as they may be coming up to the Timmer Bosch this time. He's already done. And it's already done inside, yes. So
Andrus Jos goes up into that third place. So it does look as if Adam Coates might be struggling with a little bit of grip, but he's in the slipstream as they go down towards Harbosch and ducks out up the inside. Oh, not quite close enough. So has to leave that third place to Andrus Jos. Ja, het lijkt er inderdaad op dat Adam Coates daar toch wat problemen heeft met de banden. Kan niet zo laat remmen als de andere twee. Hij kwam uit de slipstream, had wat meer snelheid, maar moest eerder op de remmen dan Andreas Jos. En dat betekent dat hij daar toch die plaats niet kon terugpakken. Adam Coates in twee rondjes, twee plaatsen verloren. Peter Elkman nu nog maar 8,7 seconden weg. Maar ja, Peter Elkman gooit gewoon de gaskraan een beetje dicht. Rijdt op safe. Zorgt dat hij die overwinning naar zich toe gaat trekken. Jannik de Brabander is tweede. Oeh, Jannik de Brabander moet daar een achterligger rondwijken. En gaat vol naast de baan. Maar daar krijg je vieze banden van. Dat is ook geen goede situatie. Andreas Jos die gaat proberen natuurlijk daar weer jacht op te maken. De achterliggers die het nu moeilijk maken voor deze mannen. Daar wederom is het de Brabander die een achterligger moet ontwijken. En ook Adam Coates, ondanks dat de bandjes het niet zo goed doen, moet een van de mannen met de eencilinderklatsen, de Visie 2-klassers, toch eventjes voor zich laten. Hij moet altijd lachen. Een van de langzamere mannen, zeggen we dan. Ik durf zelfs niet zo hard met de langzaamste van het als de langzaamste van het stel te rijden. Dus ze rijden echt niet zacht, maar die mannen aan kop rijden zo verschrikkelijk hard dat ze gewoon andere rijders op een ronde zetten. Daar komen ze weer aan door de ramshoek, inhalend aan de binnenkant. Ja, een mooi gezicht zeg, van de nummer 12, Andreas Jos. Die dat goed doet, terwijl Peter Elkman hier weer zo'n beetje aan de horizon verdwijnt. Ja, zijn voorsprong is de lengte van het rechte stuk hier. En de laatste ronde gaat in. Last lap, Gary. Yes, 10 laps completed by Peter Elkman. And he's obviously backed off because his lap time's now 1 minute 37. He's got 8.9 seconds gap over Jannik de Brabander, who's just got a little bit of a decent gap over Andrus Jos. And I think Adam Coates has now got to look for that fourth place because he's too far back to challenge for that second place now. I think his tyres have gone off quite a lot and he's sliding at some of the slower corners. But it's Peter Elkman on his way to yet another win in the Supercart Championship. Two wins at Donington Park. He's on the way to another win here at the Aston Circuit. We look further back, Marcel Maspen, the seven carts still in fifth place ahead of the eight cars of Carl Hume in sixth place. And it's Daniel Clark. It's the sixth cart of Leo Kersens in eighth place. And David Harvey in ninth. Ricardo van Dijk in tenth. And Tom Rushworth there in 11th place. Having a superb scrap with van Dijk. But we wait for Elkman to reappear for this final time to take win number three of the season and keep his maximum points on track, six rounds in the championship, and the drivers take their best five results from the six rounds. So with three wins, and Elkman nicely up the inside of, I think that's daar is het Cruz. Peter Elkman, hij komt hier aan. Dit is de overwinning. De Duitser magistraal en dominant hier op het TT-circuit. Maar daar vlak achter is het gevecht toch al gekomen. Toch Jannik de Brabander. Keurig gedaan voor Andreas Jos. De Belg voor de Duitser die dat goed doen. En dan is het Adam Coates die meekomt. De Tsjech op een vierde plaats. Marcel Maasman, ja, chapeau hoor. Maar op afstand wordt hij zevende. Het is toch een flink gat. Oeh, nog bijna daar op de lijn gepakt. Ja, dat was heel goed close met Carl Hume. Marcel Maasman daar keurig vijfde. Carl Hume zesde. En dan een flink gat naar Daniel Clark, Leo Kustjens, David Harvey. Kijk, daar zijn ze binnen. Ricardo van Dijk, de Nederlander, ook keurig tiende, maar goed gedaan. Wat dat betreft mooi om te zien. Elkman voor Brabander, voor Adam Coates. Het Duitse volkslied gaat hier hoogtij vieren. Yes, so Peter Elkman completes the win and took it very easy on that final lap, a 1 minute 38.1 second lap as he came across slower drivers, but another win for Peter Elkman, and Brabander got that well-deserved second place, holding off Andrus Jos as Adam Coates lost ground 2.8 seconds behind Jos at the finish, but gets some valuable points there in fourth place. And then a close, very close finish between Marcel Maspen and Carl Hume on the line. It was only about half a cart length between them as they crossed the line for fifth and sixth place. Daniel Clark there in seventh. Leo Kersens, eighth place. David Harvey, ninth, and Tom Rushworth, another of the British drivers, did get the better of Ricardo van Dijk on that final lap and got that 10th place.
So more supercarts to come tomorrow morning. The first race, I believe, at 9:30. So we'll bring you some more information of the drivers that we can find out about this afternoon, and tell you some bits of information tomorrow morning as Peter Elkman makes his way slowly around the circuit to come round to the podium and take his well-deserved win. Ja, prachtige overwinning hier zo op het TT-circuit van Assen door Peter Elkman, die zijn Europees kampioenschap hier toch stevig in de handen zet. Komt op dit moment de pits in, zwaait even vrolijk naar iedereen natuurlijk. Yannick de Brabander keurig voor de Belgen, tweede. Derde is het Andreas Joost, dan de Tsjech Adam Kout. En op een vijfde plaats toch netjes de Nederlander Marcel Maasman. Uitstekend gedaan. Arthur Dekker is beneden voor de huldiging. Die gaat u zo meteen zien. En wij gaan ons een klein beetje voorbereiden op de TCR Europe, die dan daarna van start zal gaan. Zometeen dus op het podium met Arthur Dekker, Peter Elkman, Yannick de Brabander en Andreas Joost. Runtergehen, fast ausgewiesen. Sind 4 Sekunden weg. Dann habe ich es wieder geworfen. Wie gesagt, ich habe halt
is. Ja, dames en heren, dan gaan wij beginnen met de huldiging op het podium van de FIA Karting European Championship Superkarts. En wij halen naar voren de man op de derde plaats. Jullie applaus. Ja, ik zit... Oh, hij is er wel. Jack Aitken. Oh, we're waiting for you. But de man op de derde plaats. Jullie applaus voor Andreas Joost. De man op de tweede plaats, Yannick de Brabander. En de winnaar, de man die 10 seconden voorsprong had, maar het uiteindelijk even voorzichtig aandreed. Jullie applaus voor Peter Elkman. En de bekers worden uitgereikt door Jack Aitken, reserve- en testrijder van het Renault Spoor Formule 1-team. De man die later vanmiddag natuurlijk een demonstratie gaat geven met de Formule 1-auto van Renault. Felicitaties natuurlijk van Jack Aitken. En ter gelegenheid van de overwinning van Peter Elkman gaan we luisteren naar het Duitse volkslied. Nou, dat was even op vol volume hier op het podium wel te verstaan. Nogmaals jullie applaus voor Andreas Joost, Yannick de Brabander en Peter Elkman. De mannen die hier in de FIA European Championship Supercard de eerste race hebben gereden en het podium hebben behaald. Congratulations! En dan gaan ze samen natuurlijk nog even met de Gamma-dames op de foto. Terwijl wij richting de grid kijken en zien dat inmiddels alweer het een en ander wordt opgesteld voor de volgende race van vandaag. Daarom gaan we naar boven naar de toren naar mijn collega Rick Keller.